De parabool I is ax² plus bx plus 1 gaat door die twee punten. Bereken de coördinaten van de top van de parabool. Oké, nou, we weten hoe we de coördinaten van de top van de parabool moeten uitrekenen, want x top is min b gedeeld door 2a. En die vul ik in de formule in en dan komt de i-top eruit. Alleen ja, dan moet je wel getallen in de formule hebben staan voor de x² en de x. En dat hebben we hier niet. Dus we moeten kijken of we met de gegevens die we verder hebben gekregen, die getallen kunnen uitrekenen. Nou, wat hebben we verder gekregen? Dat die door punt min 1,9 gaat. Nou, er is maar één ding wat ik met dat punt kan doen. En dat is invullen in de parabool. Dus in de formule van de parabool. Dit is niet een opgave waarbij je kunt zeggen, oh, ik heb de top, dus ik gebruik de topvorm. Of ik heb de nulpunt, ik gebruik de nulpuntenvorm. Nee, dat heb je niet. Je hebt alleen maar een punt. En het enige wat je met dat punt kan doen, is invullen. En dan gaan we rekenen. Ik weet nog niet waar het naartoe leidt, maar dit is het enige wat ik kan doen. Min 1 in het kwadraat is 1, dus dit wordt a. Min b plus 1. Nou, ik wil de a en de b graag aan één kant en de getallen aan de andere kant. Dan krijg ik a min b is 8. Nou, hier schiet ik helemaal niks mee op, want ik weet de a en de b niet. Maar ik heb nog een aanwijzing. Misschien kom ik er daar wel mee uit. 5,21 ligt ook op de parabool. Dus 21 voor de i en 5 voor de x. 5 plus 1. Gaan we rekenen. Dit wordt 25a plus 5b plus 1. Ik schrijf weer de a en de b aan één kant. En de getallen aan de andere kant. Dus kan ik nog een beetje vereenvoudigen. Ik kan alles delen door 5. Kijk, 5a plus b is 4. Ja, daar heb ik ook weer een formule met een a en een b. Dan kom ik er nog niet uit. Maar, moet je eens opletten. Je hebt hier nu twee formules met een a en een b. Als ik die nou eens ga combineren. Dus a min b moet 8 zijn. Maar 5a plus b moet ook 4 zijn. Wat je nu hebt is een stelsel met twee vergelijkingen met twee onbekenden. En we weten hoe we een stelsel moeten oplossen. Dat kan je door die eliminatie doen. Dus door het bij elkaar op te tellen of af te trekken dat er een letter verdwijnt. Nou, in dit geval ga ik het bij elkaar optellen. Want dan zie ik min b plus b wordt 0. Okay. A plus 5a is 6a. Min b plus b is 0. 8 plus 4 is 12. En ik kan zo de a uitrekenen, want dat is 12 gedeeld door 60. Ik bedoel natuurlijk niet 12 gedeeld door 60, maar 12 gedeeld door 6. En dus krijg ik dat a 2 is. Nou ja, ik weet dat a min b moet 8 zijn. Dus als a 2 is, dan is min b 6, oftewel b is min 6. Kijk, en nu heb ik de formule van de parabool gevonden. Want de a is 2, dus 2x², min 6x, plus 1. En nu is de top vinden een fluitje van een cent, want x top is min b gedeeld door 2a. Daar draait deze opgave nu niet meer om, hè. Min min 6 gedeeld door 2 keer 2 is dus 6 gedeeld door 4. X top is 1,5. De y top in de formule vul ik 1,5 in. En als je dat uitrekent, dan komt er min 3,5 uit. Dat je dat kunt, dat geloof ik wel. Want daar draait deze opgave eigenlijk niet om. Oké, gaan we naar de volgende vraag, vraag B. Vraag B is weer een ander soort vraag. De top van de parabool is nu gegeven, dat is 3,8. En bereken algebraisch de coördinaat van de snijpunten van de parabool met de x-as. Er zijn twee manieren waarop we dit kunnen oplossen. De eerste manier, oké. De top is gegeven, dat is het punt 3,8. Ja, als de top gegeven is, dan weet ik welke formule ik kan gebruiken om de formule van de parabool te maken. Namelijk deze, de topvorm. Dus i is a keer x min 3 in het kwadraat plus 8. Dan moet ik alleen de a nog te weten zien te komen. Ja, dat ga ik een beetje alternatief doen. Normaal gesproken vul je nu een punt in om de a uit te rekenen. En dat kan hier niet. Maar hierboven heb ik ook al een formule van de parabool. En als ik hier de haakjes uitwerk, moet dat natuurlijk dezelfde formule worden. Dus ik ga de haakjes eens uitwerken en dan kijken wat er gebeurt. Eerst die x min 3 in het kwadraat. Dat is x kwadraat min 6x plus 9. Dan de haakjes met de a uitwerken. Ax kwadraat min 6ax. Plus 9a plus 8.
En deze formule moet gelijk zijn aan de formule die we net hebben gekregen. Namelijk ax² plus bx plus 3,5. En die twee formules moeten hetzelfde zijn. Nou, wat je voor de x graad ziet, dat is al hetzelfde. Het helpt me helemaal niks, maar het is hetzelfde. Voor de x, dat moet ook hetzelfde zijn. Daar heb ik niks aan. Ja, ik weet nu dat b gelijk moet zijn aan min 6a. Maar ja, ik weet de a niet en ik weet de b niet, dus dat schiet niet op. En dat, oh, mijn a'tje is weggevallen, zie ik. Dat 9a plus 8 gelijk moet zijn aan 3,5. Kijk, en daar kom ik wel verder mee. 9a plus 8 is gelijk aan 3,5. Dat is een vergelijking die ik kan oplossen. Want 9a is dan 3,5 naar de andere kant, min 4,5. En a is dan min 4,5 gedeeld door 9. En dat is min een half. Kijk, nu heb ik de a al opgelost. En ja, dat roze stukje, dat b is min 6a, dat kan ik nu gebruiken om de b uit te rekenen. Want b is min 6 keer min een half, is dus 3. Dus nu heb ik de formule gevonden. A is min een half x² plus 3x plus 3 en een half. En wat moest ik uitrekenen? Reken algebraisch, oké, niet de rekenmachine, de coördinaat van de snijpunten met de x-as. Met de x-as, voor de x-as geldt, y is 0. Dus min een half x kwadraat plus 3x plus 3 en een half is 0. Nou, ik ga deze kwadratische vergelijking oplossen. Ik ga alles eerst maar eens even keer min 2 doen. Min 6x min 7 is 0, want ik hoop natuurlijk dat ik kan ontbinden in factoren. En dat blijkt ook te kunnen, want dat is x plus 1 keer x min 7. Dus x is min 1 of x is 7. En de snijpunten met x dat zijn dan min 1,0 en 7,0. Nou, als je deze manier snapt, dan kun je in feite stoppen met kijken. Maar ik had gezegd van, er is nog een manier waarop je deze kunt maken. En die ga ik hier beneden uitleggen. De tweede manier waarop je dit kunt doen is het gebruik te maken, ook weer van het feit natuurlijk dat je weet dat het de top is. Maar we weten x top is min b gedeeld door 2a. Ook van deze, want hier staat netjes de a, zoals in de standaardvorm, en daar staat de b. En ik weet nu dat min b gedeeld door 2a, daar komt 3 uit. Nou, uit dit stukje kan ik weer een vergelijking maken met b en a. Gaat kruislinks vermenigvuldigen, 3 keer 2a is 6a, is dan gelijk aan min b. Oftewel 6a plus b is 0. Herken je die formule 6a is min b van de vorige som? Ja, dat had ik b is min 6a van de vorige uitleg, maar daar kwam ik ook op. Oké, dat is mijn eerste vergelijking. Hiermee kan ik het niet oplossen, dan heb ik nog een vergelijking nodig. Wat ga ik doen? Ik ga de x-coördinaat van de top, die is 3, ga ik invullen in de formule. Y is a keer 3 in het kwadraat plus b keer 3 plus 3 en een half. En dan moet 8 uitkomen, want we weten de y-top eigenlijk al. Dan krijg ik 9a plus 3b plus 3 en een half is 8. 9a plus 3b is dus 4 en een half. Ik heb nu twee vergelijkingen. Ene vergelijking, daar zit een a en een b in. En de andere zit een a en een b in. En die twee kan ik gaan combineren. Nou, wat ik eerst ga doen is, ik ga deze nog even delen door 3. Waarom? Nou, omdat ik zie dat dat kan. Dus elke term heb ik gedeeld door 3. En ik schrijf die andere vergelijking eronder. 6a plus b is 0. Wat ga ik doen? Ik ga ze van elkaar afhalen. 3a min 6a is min 3a. 1,5 min 0 is 1,5. A is 1,5 gedeeld door min 3. En dat is min een half. Hadden we er net ook. Ik pak een van de andere twee vergelijkingen. 6a is min b, oftewel min 6a is b. Min 6 keer min een half is b. B is 3. Ja, en dat hebben we eerder ook al gevonden. En ik vind zelf de eerste manier vind ik leuker. Maar dit is de manier zoals het uitwerkingboek van getallen ruimte doet.